Ga eens kijken, de vechten. Je moeder is hartstikke trots op je, Joyce. Ja. Hé, hey, zo. Nou, heeft ze het goed gedaan of niet, zou ik zeggen. Nou, met een shirt van het Spok. Dat is het super prestige klassement uit de Ballenstreek. Dames en heren, jongens en meisjes, als u hier gevechtjes geschoten, en wie wil dat nou niet bewaren voor het nageslacht? Misschien een leuk cadeautje voor iemand, of om iemand af te schrikken, je weet het maar niet. Het gaat verschrikkelijk hard nog, hè. 1900 en... zeg ik, en dat zeg ik met respect, Dree de Wit, een man die ook al jarenlang... in het was absoluut niet iets waarvan je zegt dat is wat minder. Integendeel, het is moeilijker om die snel te lopen. Hein, jongen, je hebt het weer gepresteerd, man. Petje af voor je. De man uit Lenterman. Dat is goed uit. Ja, je moet diep gaan als je een goede prestatie wil neerzetten. Dan zul je inderdaad ook echt diep. 1330. Dammetje. Hebben we die? Ja, die hebben we vast zeker. En als we hem hebben, dan noemen we hem ook 1330 Fred van Rossum. Applaus, dames. Nou, vandaag, dan kunt u nagaan. Ik denk dat er hier vandaag zo'n 1400-1500 mensen... Marcel, jongen, Marcel Ravensberg. Zo wordt er in Leiden bijvoorbeeld gelopen voor het Willem-Alexander Kinderfonds. Met nummer 709 zou u de finisher Martine Bloemendaal. Ook zij stond al meerdere malen op het podium van het eindklassement. 1301 vallen in de 50 plus, 60 plus categorie. Noem het maar op. Want lopen kun je dat op hoge leeftijd. Dus daar is met nummer 1374 Patrick Bos. Hey, Patrick, topper. Klasseman Eleni van der Plas. Oud-nationaal kampioen en enthousiast ben. Nou, dat komt omdat ik gewoon veel respect heb voor een heleboel van deze mensen die dat hier doen. Veel respect. Jezelf gewoon eens eventjes overtreffen. Een doel kiezen en er dan ook helemaal voor gaan. Hè? 5 en 10 kilometer. Eve Plugge zie ik daar. Klinkt speciaal voor haar. Straks prijzen uitreiken, dat gaan we binnen doen in de sporthal. Zorg dat u erbij bent om de kampioenen te huldigen. Maar wat ons betreft gaat het niet alleen om de allerste prachtige prestatie leveren over 5 of 10 kilometer. Of misschien zelfs wel 10 Engelse mijl. Maar die zijn nog even onderweg. De 10 Engelse mijl, de broeders van Scheppingen, Multifil, Masters en Mixing, Huurmaat van Kouwen. Dan hebben we van de Ham Service uit Meidrecht en hebben we die sponsors allemaal genoemd. Natuurlijk, Zorg en Zekerheid, dat is de hoofdsponsor van dit evenement al 17 jaar vanaf het begin. En een heleboel van ons waren er toen ook al bij, 17 jaar geleden. Dus, het lijkt te groeien en inmiddels is Meidrecht dus ook toegetreden. Piepberg, daar komt hij uit Leiderdorp. Organiseerde zelf jarenlang, dames en heren. Petje af. Natuurlijk, ja, we zijn ook stil bij elkaar, hè? Ja, dat moet je wel een beetje in de gaten houden, want... praten de breien, zeggen we dan. Tessa, heel goed, hè? Nou, klasbakken. Ze staan allemaal voor jullie te klappen. Mogen morgen allemaal gratis op de roltrap, mevrouw de Dreesman. Dan weten jullie dat ook. Op vertoon van het startbewijs. Hey Thijs en Monika! En natuurlijk Koert, de man die ooit... Koert Dokhorn, hij loopt sinds een aantal jaren. Hij was niet meer te staan natuurlijk. Arie! Jongen! Het ziet er weer goed uit, hè? Gaat hij makkelijker, Arie? Ja, zo is het. Ja. Je hebt er van die oude stoepen bij. En vergeet niet, er zijn erbij. Die hebben al zo'n 20.000 kilometer hebben ze bij elkaar gestempeld. In loopwedstrijden. Sinds, sinds jaar en dag. Sommige mensen die kan je niet voorstellen dat ze niet lopen, die komen overal. De schrijver van de mooie wiet, lopers begeleiden, ze helpen op weg naar een goede prestatie. Heel belangrijk. Pimentel Fasteners op de shirts. Dat zien we graag, bedrijven die sponsoren. Bedrijven die hebben natuurlijk inmiddels al lang begrepen dat sporters over het algemeen positiever zijn. Ingesteld Wouter Koster. Aanzet voor die laatste meters.
We zijn trots op jullie. Geweldig. Kijk eens even van de stappen. 1928. Dames en heren. Afwerken in vlak voor de Sinterklaas. Ja, vorig jaar was het een beetje een probleem. Toen was het een beetje heel erg glad. Ik moet even de datum erbij pakken. Ik heb hem hier. Hij is hier bij de atletiekvereniging De Spartaan. Zorg dat u erbij bent. Misschien is Sinterklaas er ook wel. Nog even sprinten. Toch eventjes afscheid nemen van degene waarmee je misschien wel heel lang gelopen hebt. Ellen Langezaal, onder andere 717 zie ik. Zij hebben het liefst dat iedereen gezond en wel weer aan de streep terug is natuurlijk zometeen. 16-13, dat is Jan Oudvanakker. Nummer 706, we flitsen van de ene lijst naar de andere lijst. Dat is Sander Opdam. Lekker de spieren nog wat uitlopen. Jolanda Lucassen. En met 801 gaat nu de finish plaatsvinden voor Yvonne de Vos. Helaas niet op de lijst. Volgende keer beter. Ik waarschuw u maar. Sport een beetje uitziet. Heel goed met z'n drietjes. Zo zien we het graag. Elkaar af en toe een beetje helpen door de moeilijke momenten. Ja, zo hoort het. Een dun windje, toch een beetje. Maar goed, Fred Roos. Vorig jaar was het rond deze tijd al bijna aan het sneeuwen. Misschien lag er zelfs al sneeuw. Op de zilveren turfloop. En voor de deelnemers, als u mee gaat doen bij AQ dit jaar in Uithoorn, eind januari. De start is niet in de sporthal. Let u even goed op dat u niet ineens bij de sporthal staat waar niemand op dat 5-5-8. Dat is René Haver. Ja, het is natuurlijk veel gemakkelijker om voor je te schrijven. Dan hebben wij ook in ieder geval de lijsten, hebben we allemaal de namen beschikbaar. Mars Zwartje. Nummer 7. Achteraf zeggen we natuurlijk allemaal, oh, het ging zo makkelijk. Dat gemakkelijk had ik nog een stukje harder gekund. Nou, dat mag u dan binnenkort gaan proberen. Misschien op 4 december in Lisse of eind januari in Uithoorn. Bij leven, Adrie Koersveld. Kijk eens, weer een heel pak wat er aankomt. Zo af en toe komt er weer een nieuw blik. De hoek omgeschoven daar. De mobiele. Zeg maar wat, hè. Zorg een enorm succes. 4-9-4, dan pikken we er maar weer eventjes een uit. Leonie Kuip, Kulk, moet ik zeggen. 490 is Astrid Augustinus. 3-6-1. We gaan niet terug. Als u over de finish bent, dan moet u doorlopen. Anders gaat het fout met de tijdregistratie. Een van de deelnemers van de business teams van Bayer zie ik daar voorbij komen. Een heleboel business teams. Brewal Transport, Groenwest Wonen, Bayer zoals ik net al zei. Een finish hier met 381 van de business loop. Stonden aan de start Johnson en St. John deze richting uit gaan zien komen. Op de 16,1 kilometer is het pakket van Schiphol als ze grote wedstrijden hadden gelopen. En kwamen hier dan de prijzen eventjes weghalen. Verdiend overigens 48,3 op de 10 Engelse mijl. Dat kunt u zelf doen. Als er nog dames zijn die hun rug gewassen moeten hebben. Frans, jij hebt nog wat mensen in de wacht staan die willen helpen. Ja, zo is het. Zo is het. 1600. Dan weet ik niet of het voetballen gaat beginnen. Of dat de eerste lopers op de 10 Engelse mijl misschien deze richting uitkomen. Dat zal nog even duren. We zijn natuurlijk om 15:15 vertrokken. 3 kwartier. 49 minuten. Nou. Dames, prima hè. Petje af. Een voorschoten loop. Ook een gigantisch grote loop. Kan u het verkeerd hebben staan of ik het misschien toch per ongeluk heb gezet.